Nee, nee, ook doen. Mijn haartjes knippen. Dan vindt ze dat echt heel erg. Welke dingen deel je niet met je moeder? Hoe moet ik hiermee? Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Wij zijn ook onderweg naar opa en oma, want mijn opa is 70 jaar geworden. Doe er maar 20 bij. Oh ja, 90. Ja. Zei ik 70? Jij zei 70. Ik bedoel 90. 90 jongens. 90 dus, jaar, dat is toch echt... Ja, besef die. Zo, nou. Daar zijn we dan. Levin, ikje, zij de gek. En deze hier, die gewoon zelf aan het rijden is weer. Oké, even met licht. Oké, we hebben een toosje gekregen met paling. Paling. Ik vind dat ook vies. Oké, 3, 2, 1. Nee, 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 ook doen. Ook doen. Echt, ik zweer het. Kom, die 2. Ik moet paling meenemen voor mijn moeder. Ja. Nee, ik ga echt koffie. Mooi schilderij, hè? Zijn undercover. Je haalt altijd van mijn broodje aan. Wat doe ik? Het is geen plek voor mij. Ja, dus je hebt zo serieus. Ach, nee, ja. Ja. Zullen we weer bakken? Cool. Ja. Ik hoor een kraan. Weet je, de vorige keer vond ik 10 euro. Kom, we gaan even naar de zon. Nee, dat kan echt niet, Levin. Nee, we zijn volwassen en oud. Dit kan niet. Kom, we gaan terug. Oh, als dit valt, jongen. Tuurlijk valt dit. Kijk dan. Ja. Wat zeg ik toch? Stressen. Je bent koude dom. Goh, dit is fucking. Hier, fitcheck. Wacht. Broek is van de zaag. Oh. Broek is van... ik weet niet eens van. Ik weet niet eens waar mijn kleren vandaan komen. Trui heb ik van mijn vader gestolen. Oké, dat was het. Wij zijn... Even scherp. Onderbroek. Kap hoor. Maar ben je... Wij zijn in Ruby, Amsterdam. Ruby is de make-up aan het doen in een garage. Kut. Wat heb je gedaan? Ja, mijn armbandje blijft hangen. We zijn in Amsterdam, want we gaan naar de première van de film waar Mel in speelt. Dus het is koud. Come on, baby, are you ready for the fire? We lopen nu van de garage naar de bioscoop. Naar de bioscoop, oké. Okay. 1 minuut. Chalas. Hey. Ik wou eigenlijk alles in je handen tieven, maar dat vind ik heel zielig voor die mensen van Pathé. Daar ging het al bijna. Hier, kom, even wil je hapje. Zo, lekker zo, niet op je lipgloss. Voel je wel een beetje op je lipgloss? Nee! Ja, ik heb het al gedaan. Wil je niet zo smakken? Wat is dit? Dat is vies. Gadverdamme, zout. Het smaakt nergens naar. Ja. Ja. Wat? Wat? De popcorn staat hier. Oké. Ik laat het vallen. Nee. Waarom zat hij bij mij? Niet bij jou? Ik vind het niet zo lekker. We gaan nog steeds een keer Fortnite, hè? Dan ben ik echt
Bella, mama gek! Andere films gedraaid worden. Goedemorgen mensen, het is een nieuwe dag. Het is ochtend, oh dit is al middag en we hebben echt gewoon, zijn al de hele dag bezig met foto's maken en gewoon domme dingen. Maar we zijn heel creatief vandaag met foto's maken. Want kijk. Om dat doek te laten bewegen. Van mijn andere schoen. Hè? Oh ja, even deze schoen. Ja, erin. Ja, kijk, nu beweegt dat doek voor op de achtergrond, is mooi. Kijk dan, deze setting gewoon. Het wordt hem toch niet. Nee. Huh. Nou, ze is niet fucking zo raar dat het allemaal niet lukt. En ik moet nog zoveel doen. Ja, wat? Jezus, ben je de hele toko aan het verbouwen, man? Ja. Fuck. Fijne avond, Jolien. Dat is wel leuk, toch? Oh ja, dat is... Ja. Oké, ik ga even proberen. Oh ja, sorry, jongens, die foto's waren gisteren gelukt. Ik zal eens eventjes voor de verandering mijn outfit laten zien. Dat doe ik nooit. Oh, mijn haar zit zo verschrikkelijk. Ik ga zo meteen naar de kapper. Er zit geen model meer in. Ik weet niet. Maar oké. De trui is van mama. Ik weet niet waar deze trui van komt. Maar hij is echt lekker warm. Mijn ketting. Geen idee. Mijn broek. Ook geen idee. Nee, dit is niks voor mij. Dit doe ik ook nooit meer. Ik ga zo meteen lekker naar de kapper. Mijn haartjes knippen. Ik heb jullie vragen laten stellen op mijn Instagram. Aan mij en mama. Die ga ik zo met haar beantwoorden in deze video. Dus blijf zeker kijken. Kijk, dit wil ik. Dit precies. Alleen dan met mijn lengte. Ik heb niet zo lang haar. Hi mam. Hi. Heb je ook zo meteen zin om de vragen van onze kijkertjes te beantwoorden? Jazeker. Ja? Mm-hmm. Ik heb ook even de kijkertjes gezegd dat ik jouw trui aan heb. Ik ga even opa en oma bellen. Oh. Gaat het goed? Dat weet ik niet. Oh, dat horen we zometeen de update dan, denk ik. En vrijdag gaan we naar Stoepoe. Ik kan niet wachten. Ik ook. Eindelijk oma zien. En opa natuurlijk. En familie. En ja. Ja. Maar vooral oma. Ik kom bij de kapper vandaan. Ik moet wel even wennen. Het is fucking kort ineens, maatjes. Dit was niet mijn plan. Wat moet ik hiermee? It's a prank, heel. Nee man, ik zou nooit zo kort gaan. Ik heb nog steeds lang haar, jongens. What the fuck? Oh, ik heb het gevoel dat ik moet niezen. Heb jij het gevoel dat je moet niezen? Ja, het prikkelt heel erg in mijn neus. Vind je het dan? Nies. Nee, ik moet niet. Nies. Maar... Nee. Nies nu. Kom iets meer hierheen. Vinden we allemaal fijn. Ja, maar dan heb ik een lijstje boven mijn harsjes. Godsamme. Zo is het goed. Zoals jullie weten heb ik op Instagram gevraagd of jullie vragen voor ons hadden. Dus die gaan we even beantwoorden, een paar. Nou, kies jij maar de eerste. Maar ik heb mijn bril niet op. Even voor de thumbnail. Oh, doen we dat zo voor de thumbnail? Moet ik dat ook in? Oké, dat was hem. Hij heeft de bril op. Wat vinden jullie de leukste eigenschap aan elkaar? Ik weet jou dat je zo meelevend bent en behulpzaam en je hebt een soort gave. Je hebt een gave dat jij mij... Volgens mij is het een gave. Ja, dat. Jij kent mij beter dan ik zelf. En je bent gewoon heel lief. Ach, ik vind het schattig. Ja, je wilt iedereen het altijd naar zijn zin maken. Ja, dat klopt wel. Ik vind dat altijd wel leuk. Ja. Nou, volgende vraag. Met jou zijn we gauw uitgepakt. Nee hoor, nee, dat is echt... Nee. Je lacht als boek het kies, maar... Ja. Vind ik niet zo leuk, man? Nee, jij hebt ook hele mooie eigenschappen. Nou, vertel. Nee. Jij bent ook heel lief. Jij bent... je laat het allemaal een beetje gebeuren, weet je? Want je precies van, ik ga er niet tegenin. Weet je, als het is, dan is het zo. En dan accepteer je gewoon ook dat het is. Dat is ook best wel knap. Dat kan ook niet iedereen. Je hebt een klein hartje, je bent heel gevoelig, want als ik mijn stem wel eens voor heb, wat wel eens gebeurt als je moeder bent,
dan vindt ze dat echt heel erg. Dan wordt ze eigenlijk zo boos op mij dat ik mijn stem verhef. Dan zeg je moet niet boos doen, maar ik verhef alleen maar mijn stem. Je bent heel gevoelig. Ja. En wat ik heel knap vind ook, als je verdriet bent, dat je ook echt een traantje kan laten. Dat vind ik dan weer lastig. Maar jij doet dat, dat vind ik ook knap. Je gevoel tonen, dat mag. Ja, en jij wil het ander ook wel laten zien maken als we mensen zijn. Ja, ik wil gewoon altijd vrede hebben. Ja, gezelligheid om de heen. Jij wil eigenlijk altijd gezelligheid om je heen. Jij vindt het niet leuk om alleen, soms wel, alleen te zijn. Jawel. Ja, maar niet altijd. Nee, niet altijd. Dan zeg je, oh mam, kom je bij me slapen? Of oh, ja, verlies, kom je bij me slapen? Oh, kom die even langs, vind ik gezellig. Ja, dat is wel. Je houdt echt van gezelligheid om je heen. Ja, dat is wel. Zometeen komt even weer. Deze komt ook zometeen even lekker weer wat buurten, want we gaan vrijdag naar Spanje, hè, naar mijn ouders. Ja. Mijn zus. Hoe denkt jouw moeder over jouw kleding? Hebben jullie daar regels waar over? Waar zie je dat? Hallo, hier. Oh, daar helemaal. Oh. Ik snap waar deze vraag vandaan komt, denk ik. Want mensen vonden echt wat van haar Halloween outfit. Bijvoorbeeld, ja. Ja, echt. En van de videoclip. Van andere positie. Andere positie. Ja. Maar weet je, dat vind ik altijd een beetje gek. Want bijvoorbeeld hele bekende artiesten, die hebben ook gewoon echt altijd hele bijzondere kledingstukken aan. Of weinig aan. Om toch iets neer te zetten, zeg maar. Of in een dans of zo. Het is gewoon waarom zou dat niet wel? Het is vet. Je mag, kijk, je bent Kia. Als je Kia bent, ben je gewoon lekker in een joggingbroek of een broekje aan, prima. Maar in een videoclip ben je toch even anders. En met Halloween ook, trouwens. Want dan ben je echt even in een ander typetje. Ja, dat is gewoon leuk. Ik vond het, maar het ook vet. Ja, ik vond het ook heel vet eruit. Het was wel pikant, dat ben ik wel eens. Ja. Maar in je zwembroek ben je ook in je zwembroek. Maar, wat vinden we? Hebben wij regels over kleding? Nou, wij doen wel heel vaak samen de kleding uitzoeken. Hè? Voor videoclips of voor optredens of voor foto's. Maar niet echt regels. Nee, wij kijken gewoon wat we leuk vinden. Wat vinden we passen? Wat vinden we een beetje apart? En we zijn altijd bezig daarmee, hè? Ja, dat wel. Herkent je moeder haar vroegere ik in jou? Ja, ik was vroeger eigenlijk ook wel een beetje zoals Kia. Ondernemend typeje wel. Dat ben jij ook. Ik ben ook zo van, als ik iets wil, dan wil ik dat. En wat ik in mijn kop heb, heb ik niet in mijn kont. Dat zei mijn moeder vroeger ook altijd. En dat heb jij eigenlijk ook. Wat jij wil, dat wil je. Ja. En dat zal je voor elkaar krijgen ook. Ja. Nou ja, daar is op zich niks mis mee. Alleen, soms zit er wel eens iets in de weg. Hè? Ja. Ja, nou prima. Volgende vraag. Vindt u niet dat Kia er soms te sexy of naakt bij? Nou kijk, ze mag voor mij niet zo naar school. Maar voor in een, nogmaals, in een videoclip of in zo'n feestje waar je bij je verkleed bent, denk ik, ach ja. Je moet je voorstellen dat ze altijd al eigenlijk dingen niet mag. Omdat ze altijd zo van, jokie, dat kan je niet maken, weet je wel, mensen herkennen je, moet je niet doen, bla bla bla. Ja, soms is het lastig hoor. Wil je oma worden? Jazeker. Ik hoop ook dat jij oma wordt voor mijn kinderen. Ik hoop ook dat je oma wordt voor mijn kinderen. Ja. Ik wil echt de oma worden, dat is leuk joh. Ja. Maar je moet nog wel even wachten. Hoezo? Gewoon. Nou. Of ben je de tienermoeder? Ja, leuk. Leuk voor de vlog. Ja. Nou, laten we ervan gaan dan. Ja, mag dat. Je ruikt lekker. Oh, dank je. Ik ook. Jongens. Jongens, we zitten midden in een opname. Ik heb de allergrootste ruzie. Oh, van de nee! Ah, Dave. Hallo, Dave. Hey, kom, je moet Dave. Even zeggen. Gaan we heel even gedag zeggen. Maar hallo. Je mag heel even echt lang. Daar is onze Dave. Wat doen jullie? Ik ben een video aan het opnemen. Over? Over vraagjes. Vraagjes. Okay. Kijk uit voor je hoofd. Ik had ook. Ik had ook vragen voor jou gestuurd. Ja, jij had wie is die vrouw rechts? Wie is diegene rechts? Dat had je gevraagd. Welke dingen deel je niet met je moeder? Nou, welke dingen deel je niet? Eigenlijk deel jij alles. Ik deel alles. Je deelt eigenlijk. Ze weet echt te veel van mij. Echt alles. Zou je ooit dat van mij te weten wil komen? Ik weet eigenlijk alles. Zij onthoudt meer dingen over mij dan ik zelf over mij. Wat verbied jij mij? Wat is nou echt wat verboden is wat ik niet mag doen? Pilletje. Oh, is dat verboden? Ja. Oké. Is dat het enige? Ja, en vooral dingen die eigenlijk... Ik ben ook niet van plan hoor. Nee, maar ook dingen die echt niet... Zoals bijvoorbeeld rijden zonder rijbewijs. Dat mag je voor mij echt niet.
Weet je, je hebt toch een bepaalde, je hebt toch een beetje een voorbeeldfunctie, vind ik. Ja, nee. Maar... Dus je moet je echt gedragen. Maar, je moet dat, zie je mij dat doen dan? Nee. Nou dan. Maar dat is in dit geval ook heel makkelijk. Jij mag altijd rijden omdat papa in de auto zit met de dubbele bediening. Dus jij rijdt, zij rijdt eigenlijk altijd heel veel, dus dat is al heel leuk. Maar ja, nee, echt dingen die fout zijn, waarvan ik denk van joh, weet je. Ja. Dat vind ik gewoon niet fijn. Hey, bedankt voor alle vragen, hartstikke leuk. Vragen met... Sorry! Oh, dit was een soort van hard kusje. Nee. Ik wil een kusje met jou. Oké. En een knuffel? Ja, oké. Je ziet met je kop naar de camera, dat is niet de bedoeling. Oh. Hey, ik ga nu naar beneden, naar Dave toe. Oké. Okay. En ik neem mijn kauwgom. Nee, niet mijn kauwgom. Mijn kauwgom. Oké, dat is waar. Waar is Dave? Dave, ik ben er. Goedemorgen jongens, ik ga de video even afsluiten. Thomas... Alles gaat mis vandaag. Ik ben zo chaotisch weer. Oké, Thomas en ik zijn onderweg. Ik ga gas geven, zo'n ding gaat vallen. Oké, en ik ga jullie gedag zeggen, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende video weer. Dan gaan we naar Spanje, naar mijn oma eindelijk. Doei! Jezus, stik voorzichtig hoor. Oh.